Het volk wil zijn mensenrechten die door de regering worden afgepakt terug. Dit zei Patrick Bagwandeen vandaag tijdens een persconferentie van samenwerkende verontruste burgers, kerkgemeenschappen en vakbonden vanmorgen in de vergaderzaal van de CLO aan de Gemeenelandsweg. Vooral haatzaaierij tegenover personen die niet gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus is volgens Bagwandeen een kwalijke zaak, welke wordt bevorderd door de autoriteiten. Wij verzetten ons, maar waartegen verzetten we ons? We verzetten ons tegen al het onrecht dat op dit moment in Suriname plaatsvindt, het vertrappen van de mensenrechten, het creëren van haat tussen de Surinamers onderling, de discriminatie die er plaatsvindt. En natuurlijk dat ding wat we noemen vaccinatiedwang. Dat ik geen baas meer kan zijn over mijn eigen lichaam wat erin gaat, maar dat er van overheidswegen of weet ik veel door wie aangestuurd bepaald wordt wat ik in mijn lichaam moet injecteren. En als ik dat niet doe, nou, dan word ik weggezet via een extreme vorm van staatspropaganda als een soort zondebok, als een boosdoener in de samenleving, alsof ik de veroorzaker ben van alles en nog wat dat misgaat in de samenleving. Je zorgt voor ziektes, je zorgt voor doden. Bagwandeen zegt verder dat de regering niet luistert naar het groep van personen en organisaties die hun eigen vrijheid willen om te bepalen als ze zich laten inenten of niet. Voedseltechnoloog Ricky Stuttgart voorspelt een mogelijke oorlog als de gezondheidsautoriteiten zo doorgaan met het opdringen van regels aan de samenleving. De farmaceutische bedrijven zijn niet aansprakelijk voor als het gaat om misgaan met ons. Als je dus bijvoorbeeld bent geïnjecteerd en je zou permanent ziek worden, permanent gehandicapt zijn, dan zijn ze niet aansprakelijk. Niemand weet wie aansprakelijk op dit moment is als er iets misgaat. Dan is het toch onvoorstelbaar dat er vaccinatiedwang is, dat er medische discriminatie is. Ik kan me niet voorstellen, en de goede artsen niet te na gesproken, dat vandaag aan de dag in Suriname het voorkomt dat als je dus ziek bent, als je dus geopereerd moet worden, dat het ziekenhuis eerst gaat kijken als je gevaccineerd bent. En als je niet gevaccineerd bent, dan word je niet geholpen. Hoe kan dat? Hebben de mensen geen eed afgelegd? De protestgroep organiseert zaterdag in verband met de Worldwide Rally for Freedom een protestactie op het Bronsplein. De actie wordt met hetzelfde doel tegelijk in verschillende landen gehouden. De protestgroep bestaat onder andere uit Bagwandeen, Jennifer van Dijk Silos, apostel Steven Rijmen, bischop Steve Meijer en voedseltechnoloog Ricky Stuttgart.